Jouw vader, die is Palestijns, die is hertrouwd. Jij bent uit zijn tweede huwelijk een kind. Hij zit hier in Nederland. Ja. Hoe is dat voor hem als hij weet dat zijn kinderen en kleinkinderen daar zitten? Ja, gekmakend. Hij kan niks. En dat is ook het probleem. We kunnen niks. We kunnen alleen maar wachten op nieuws. Ik kreeg maandag het bericht dat... dat mijn neefje is overleden van 7, omdat zijn medicatie op was. En dat bericht bereikte mij als eerste. En dan moest ik in de auto stappen naar mijn vader. Jij hebt gevraagd aan ons, zouden jullie zijn foto groot willen laten zien? Omdat ik wil dat hij een gezicht krijgt. Ja. Dat doen we ook op jouw verzoek. Dus we zien zo meteen jouw neefje hier. Wat had hij? Hij had een ziekte en daar, ik weet niet precies, iets met kaliumtekorten. En daardoor kon hij dingen niet vasthouden. En in ieder geval, hij had altijd medicijnen nodig. Het was gewoon, hij had dagelijks medicijnen nodig. En die medicijnen zijn opgeraakt. Gewoon op. En, dus mijn vader is zijn opa, maar zijn andere opa was apotheker. Dus en de apotheek is weggevaagd. Dus ja, als iemand toegang had moeten hebben tot medicijnen, dan was het dit kind. En er zijn geen woorden voor.